Hallo mensen, welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik een haulster voor jullie. Eindelijk! Ik denk dat dat mijn meest aangevraagde video ooit is. En vandaag vind ik dat wij zover zijn. Ik vind dat het huis zodanig af is dat ik het aan jullie allemaal kan laten zien. Ik wilde altijd wachten met deze video totdat ik het idee had dat ik er klaar voor was. En jongens, dit is het moment. Vandaag laat ik jullie dus het huis zien. Dingetjes die je misschien in de vlogs niet ziet. En ik ga ook aan jullie vertellen waar welke meubels vandaan komen. Dus dan is dat ook allemaal geklaard. Want ik krijg altijd heel erg veel vragen over verschillende dingen. En dat gaan we vandaag allemaal beantwoorden. En nu sta je zeg maar op het punt, of tenminste, misschien zit je, of in ieder geval, je kijkt nu zeg maar vanuit de kant van mijn voordeur. Zoals je ziet sta je dan meteen in het huis. We hebben namelijk niet echt zo'n gang of zo. Je komt gewoon meteen echt binnen in de keuken. Daar is de keuken en in de woonkamer meteen. Dus dat is zeg maar één gehele ruimte. Maar voor de meeste van jullie is dat geen nieuws. Dus dit is wat je als eerste ziet. En dan ga ik nu meteen door naar de keuken. En vertel ik daar wat meer dingen over. En dit is de keuken. Wij hebben eigenlijk best wel een hoge aanrecht. Waar ik nu best wel blij mee ben. Maar in het begin moest ik er heel erg aan wennen. Omdat ik dus een lagere aanrecht gewend ben. Sowieso is alles best wel ingericht voor grote mensen. Wat niet zo heel handig is als je 1,60 bent. Maar goed, dit zijn allemaal kastjes die hier al in zaten. Dus ik zou niet weten waar het allemaal vandaan komt of zo. Voor degene die er nieuwsgierig naar zijn. In ieder geval, we hebben wat kastjes. We hebben hier een oven. Het is eigenlijk een combi-magnetron. Een kookplaat. Het is een... Ik vergeet altijd hoe dit heet. Maar het is een... Hoe heet het nou ook alweer? Inductie. Het staat erop. Het is inductie. En dan hebben we hier nog zo'n afzuigkap. En dan staan we nu echt in de keuken. En ik zou jullie nou even laten zien wat we allemaal in de kastjes hebben. Dit is zo'n koelkast. Dat vind ik niet zo heel erg boeiend om te laten zien. Want ik moet hem ook nog opruimen en schoonmaken en zo. Dus dat laat ik voor wat het is. Dan hebben we hier een kastje met schoonmaakmiddel. Ik denk dat iedereen schoonmaakmiddel heeft onder zo'n kraan. Dus dat is ook niet heel boeiend. En dan hebben we hier nog een vaatwasser. Waar ik echt mega blij mee ben. En nou ja, daar een oven zoals ik al zei. Dan hebben we hier nog kastjes voor onze servies. De glazen hier hebben we een keer bij een hele goedkope winkel gekocht. Deze komen van de Macro. Dit komt allemaal van de Action. Borden van de IKEA. Saladebakken komen van de Action. Dan hebben we hier nog wat dingen van de Action. Dit heb ik van de Koop, mijn waterkan. Deze schaaltjes hebben we een keer bij Albert Heijn gekocht. En dit daar komt ook van de Action. En dan hebben we hier nog een kastje voor kruiden en olie en keukendingen, zeg maar. Niet zo heel erg spectaculair allemaal. Dan de waterkoker komt van een deal, dagdeal site of zo. Ik weet ook niet meer hoe dat heet. Het is in ieder geval van het merk Breville of zo. En onze toastapparaat hebben we een keer bij Aldi Outlet of een Lidl Outlet. In ieder geval een outlet gekocht. En dan sta ik nu op de plek waar jullie zo straks als eerste stonden. Dit is namelijk onze voordeur. Dus je komt zo bam de keuken binnen. En dan kan je hier je jas ophangen. Dit is namelijk echt een hele leuke kapstok. Ik vergeet letterlijk de meest simpele woorden. Dit is zo'n kapstok die hebben wij bij een Duitse webshop gekocht. Want wij waren heel erg kieskeurig over wat voor een kapstok we gingen kopen. Maar ja, eindstand, je kan hem niet zien door al die jassen. Maar goed, hier hebben we nog een spiegel hangen. Die hebben we zelf opgehangen. Deze komt van de IKEA. Dit vonden wij dus een leuke plek hiervoor. Omdat we dus hier onszelf konden zien voordat wij zouden vertrekken. Maar ja, in praktijk trekken we de deur open. Dan staat de deur voor de spiegel en dan zie je jezelf alsnog niet. Dus eigenlijk heel erg onhandig. Maar goed, hier een spiegel dus. En dan hebben we hier een kast. En dit is een kast van de IKEA. Dit is de kast waar ik het over had. Ik denk dat iedereen deze kast wel in zijn huis heeft staan. Maar dit is, ja, normaal gesproken heb je dus de helft van deze kast. En dit zijn twee aan elkaar. Ik geloof dat Alex deze al 20 miljard jaar had. En deze hebben we hier neergezet. Dat vond ik heel erg handig. En deze foto's die je hier ziet staan. Ze komen ook van de IKEA. Maar de lijsten, want dat was blijkbaar een bijzonder formaat, 50 bij 50. Die lijsten kon ik nergens vinden, dus ik had het besteld bij Desenio. Dus
Dit hebben we hier zo opgehangen. En aan dit hoekje hebben we een koffiehoekje. En dan heb ik hier mijn theepot, fruitschaal en een blender. Het staat hier een beetje willekeurig naast de jassen, maar wij hadden er geen enkele andere plek voor. We hebben hier een melkopschuimer van Senseo, een Nespresso koffiezetapparaat, een rekje met allemaal koffiecupjes, hoe zijn het? En heb ik hier twee potjes van de Action. En in eentje hebben we suiker zitten en in de andere koffiemelkcupjes. En dat marble dingetje die je ziet, dat zijn onderzetters van de Primark. Het zijn er drie en dat vond ik wel heel erg schattig eruit zien zo. In de eerste la hebben we wat handdoeken, andere doekjes, placemats, eigenlijk allemaal keukendingen. We hebben hier ook een klein bakje waar we sleutels in bewaren, dus dat is ook best wel handig. Hier bewaren wij onze pannen, koekenpannen. En dit zijn ook pannen. Het is eigenlijk gewoon een keukenrommela. We hebben hier beslagkommen, dit, nog wat snijplanken. Ja, eigenlijk gewoon dat soort willekeurige dingen. Hey, wist je dat wij een grotere ovenschaal hadden? We hebben hier gewoon een grote ovenschaal. En hier bewaren we dus onze schoenen. Deze plaats is van mij en die andere is van Alex. Dus hier is zeg maar waar we ook vertrekken. Dus op zich best wel een goede plek daarvoor. Dan zijn we weer een beetje gedraaid. Dus daar was de kast die we net zagen. En dan zie je eigenlijk hier meteen al onze eettafel. En hier krijg ik zoveel vragen over. Ben ik stiekem wel trots op. Wat dat betekent dat jullie dit mooi vinden. Een witte ronde tafel was eigenlijk stiekem wel een doel van mij. Of een droom. Slash whatever. En Alex zag het eigenlijk helemaal niet zitten. Maar gelukkig uiteindelijk wel. Dus we hebben besloten om een witte tafel te kiezen met zwarte stoelen. En de tafel komt van Jisk. Die vraag krijg ik zo ontzettend vaak. Dus hij komt van Jisk. En de stoelen hebben we van Groupon. Dus dat was heel erg fijn. En daar op de tafel hebben we een cactus staan, wat kaarsjes en een dienblad. Dienblad heeft een houten kant en een marble kant. En deze hebben we volgens mij van de Tuinland. Cactus en zo'n potje komen van de IKEA. En de kaarsjes heb ik een keer gekregen van mijn ouders. Maar volgens mij is het van het merk Gusta Home. En boven de tafel hebben wij een gezellige lamp hangen. En deze komt volgens mij van de Praxis of van de... Ik weet het niet meer, maar ik weet het wel dat ik dat bij meerdere winkels had gezien. Maar volgens mij hebben we het van de Praxis. En zoals je ziet, als je van onze eettafel twee stapjes opzij zet, nou eigenlijk één stapje opzij, dan kom je eigenlijk bij onze woonkamer en de bank. Dus daar gaan we nu even heen. Ik ga er heel even bij zitten. Dit is onze bank. Het komt van de IKEA. Wij hebben het geluk gehad dat wij al twee keer deze bank bij de Koopjeshoek hebben gevonden. De eerste keer hadden we een iets kleinere versie. Nu hebben we een drie persoons, eigenlijk vier persoons bank. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Dus dit komt van de IKEA en de kussens die erop liggen komen in principe ook allemaal van de IKEA. Behalve deze. Deze komt van H&M. Dan kijken we even achter de bank en daar hebben wij drie IKEA kasten achter staan. Vandaar dat er ook dingen dus op staan. Ik zal eerst even vertellen wat er allemaal op staat en dan gaan we door naar de kasten. Dat plantje die je als eerste ziet, dat komt helemaal van de IKEA. Deze supermooie bloem komt van Tuinland en het zit in een vaasje die wij in Duitsland hebben gekocht. Daarnaast zie je een kaars van de Hema. Ik vind het zo leuk. Dan zien we daar een paar lijsten. De eerste lijst en de foto daarvan komt van de IKEA. Daarnaast die met donuts komt van de Hema. En die andere twee komen van de Xenos. Dan hebben we daar nog een klein kaarsje van de IKEA. En daarnaast een ananas die wij in Duitsland hebben gekocht. En dan staat er nog een vaas met wat blaadjes erin. En dat komt allemaal van de IKEA. Het was wel een limited edition. Dus ik heb geen idee of dat nog te koop is. Ik film het even uit mijn losse hand. Want ik weet niet hoe ik het anders moet laten zien. Maar dit is dus de kast. En ik weet niet of je dat kan zien. Maar het zijn er meerdere.
1, 2, 3. Dat zijn hele dunne kleine kasten. Je kon ervoor kiezen om bijvoorbeeld deurtjes erin te zetten. Dat hebben we niet gedaan omdat onze bank er tegenaan komt. Maar wij bewaren er wel onze studieboeken in, zodat het gewoon uit de weg ligt. Dus we gebruiken het ook echt ergens voor. Niet alleen om mooie foto's op te zetten. En de lamp die naast de bank staat, komt ook van de IKEA. De salontafel komt ook van de IKEA en het bestaat uit twee delen. De lange deel en de korte deel. En dan heb ik hier nog een schattige kaars met een onderzettertje. Onderzetter komt uit Duitsland en de kaars van de IKEA. Het vaasje komt ook van de IKEA. En onze dienblad met kaarsen komen eigenlijk allemaal ook van de IKEA. Behalve deze hier. Want deze heb ik een keer gekregen toen ik een wedstrijd had gewonnen. En de kerstboom staat er uiteraard niet altijd, maar wel nu in december als ik dat opneem. En mijn hele kerstboom en eigenlijk alles wat erin zit, dat komt van de Action. Dus daar was ik ontzettend blij mee. Dat ik zo'n goede deal kon vinden. Maar normaal gesproken staat hier eigenlijk helemaal niks. En daarom was het ook zo'n mooie plek voor de kerstboom. En dan is dit eigenlijk mijn favoriete deel van het huis. Dit hoekje klopt naar mijn idee helemaal. Ik doe even de lamp uit, want volgens mij ziet het er niet echt uit. Deze lamp heeft Alex een keer bij Kruidvat gevonden, dus het was echt een super mooie deal. En dan nog even over de gordijnen, want de gordijnen hebben we zelf gemaakt. Nou ja, wel met behulp van Alex' moeder. Dus dat is echt super leuk. Ik ben zelf eigenlijk vooral heel erg blij met onze fotomuur. Het is wel heel moeilijk om het allemaal goed en mooi te laten overbrengen op camera. Maar goed, ik heb hier deze drie foto's van Decenio gekocht. Dan kwam dit van de Blokker. En deze kwam van de Blokker. Deze komt van de IKEA. Dit komt, de lijst komt van IKEA en de foto uit Parijs. Dit is Stradivarius. En dit is IKEA en dat is Blokker. En dit is ook IKEA. En daar zie je een klok waar ik ontzettend veel vragen altijd over krijg. En hij komt van vtwonen.nl. Of tenminste, ik heb hem daar besteld, maar misschien komt het ergens anders vandaan. En dan heb ik daar nog een plant staan. En die plant, dat is een lepelplant. En dat is echt een hele handige plant, want hij kan echt ontzettend veel hebben. En hij gaat maar niet dood. Dus blijkbaar doe ik iets goed. En de plant zit zowel in een bloempot als in een mandje daaroverheen. Ik vond het eigenlijk best wel een schattig effect hebben. Dus dat hebben we maar gedaan. Tenminste, ik heb het gedaan. Props naar mij. En dan de tv-meubel, wat niet echt een tv-meubel is. Het is volgens mij een soort van een boekenkast van de IKEA. Maar wij hebben hem gewoon liggend gemaakt. En we hebben daar manden in gedaan. En die komen ook allemaal van de IKEA. Dat roze sterretje die je daar ziet, die komt uit Disneyland. Daarnaast hebben we eigenlijk meteen nog een kast van de IKEA. En dit is een... Is het een Billy... Nee, het is geen Billykast. Geen idee, maar deze kast kent iedereen, denk ik. Onderste plank, daar hebben wij een mandje met allemaal tijdschriften en dingen. En daarnaast hebben we een lightbox. Daar hebben we een aantal boeken, agenda's en ook een geheimpje. En die zal ik zo meteen even gaan verklappen. Hier zit namelijk een airfryer in en dat zie je niet. En dat is echt ideaal, het past precies. Dus een tip voor iemand die niet weet wat hij met zo'n airfryer wil doen. En daar zien we pennen, een bloemetje van de IKEA en een hele oude foto van mij en Alex. Dat was op onze eerste vakantie samen. Daarboven hebben we weer een plantje van de IKEA, wat brieven en wat kleine heintjes. Een mandje, volgens mij komt dat mandje ook van de Action, maar dat is echt van heel erg lang geleden. En daarboven hebben we neppe bloemen van de IKEA met een bloemvaas, kaarsjeshouders, maar dat heb ik een keer van mijn moeder gekregen, dus ik heb echt geen idee waar dat vandaan komt. En daarnaast hebben we dat bloemetje, dat zit in zo'n geurend ding. En een kerstkaartje. Naast de kast staat er een trappetje en die komt van de IKEA. En dat trappetje was best wel nodig omdat wij best wel hoge dingen in ons huis hebben. Zoals mijn kledingkast is best wel hoog en onze keukenkastjes hangen ook best wel hoog. Ik ben vergeten om te laten zien wat er bovenop de keukenkastje staat. En dit vind ik eigenlijk best wel heel erg gezellig staan. Dit zijn namelijk twee bloempotjes. En dat komt allebei van de IKEA. En de ster komt van de HEMA. Die heb ik echt letterlijk net erop gezet. Dus daar ben ik best wel blij mee. Vind ik best wel schattig staan. Dus de woonkamer en de keuken hebben jullie nu helemaal gezien. We zijn het huis zeg maar
zo rondom gegaan. En dan gaan we zo meteen naar de badkamer en die is hier. En dan staan we nu in de badkamer. Ik heb hier een kast staan, daar is de douche, daar hebben we de wasmanden. Hier is onze kraan en een spiegel. Dit stond er trouwens al wel in. Volgens mij komt deze wel van Hornbach, want deze zijn we een keer tegengekomen. Dit setje, zeg maar, de kraan, dit met lades erbij en een spiegel met de lamp. En dan hebben we hier de wc staan, maar zometeen zal ik het even allemaal beter laten zien. We beginnen namelijk nu even met de kast. En dit is de kast. De kast komt zelf van de IKEA. We hebben er alleen maar pootjes onder gedaan. En dat is dus belangrijk als je een houten kast in de badkamer wil laten zetten. Deze manden komen ook van de IKEA. Deze twee ananasjes, dat zijn kaarsjes van de Primark. En daar hebben we een kaarsje naast staan. En weer zo'n geurend ding. De wasmanden heb ik echt een keer gekocht voor 1,50 per stuk bij Tiki Max. En dit is dan het gedeelte van de wc. Verder niet zo heel erg boeiend, denk ik. Dan was dat de badkamer. En dan heb ik hier nog de deur van de slaapkamer. En hier nog een deur. En eigenlijk zie je die bijna nooit in de vlogs wat daarin zit. Dus dat gaan we nu even allemaal bekijken. Het is namelijk vet interessant, want dit is een wasbak. En we hebben hier een stelling staan die we zelf hebben gekocht. En letterlijk, het is hier zo krap dat ik echt altijd wel iets omstoot. Maar deze stelling hebben we hier neergezet. Dus we hebben hier allemaal eten en chips en pasta en zo. En dan hebben we hier een stofzuiger. Hier hebben we nog weer zo'n stelling. En hier heb ik dan mijn wasmiddel en zo staan. De wasmachine. En het is hier echt gewoon super krap. En boodschappentassen, wc-papier en allemaal voorraadjes en zo. Dat zit allemaal hier. Dus eigenlijk niet zo heel erg boeiend. Maar goed, dat hoort bij het huis. En dit is wat je ziet als je de slaapkamer binnenkomt lopen. Hier zie je meteen het bed, mijn kledingkast en hier nog een kast. Dus dan gaan we even verder kijken. Deze ruimte wordt wel het lastigst om te laten zien, want het is best wel krap en ik kan letterlijk nergens mijn statief kwijt. Maar goed, we hebben hier dus kasten. Letterlijk alles komt van de IKEA. Dit is gewoon een hoge kast. Daar zit kleding in van Alex. Dat is de eerste kast. De kast daar, dat is een beautykast. Daar zit heel veel make-up van mij in. En ja, eigenlijk voornamelijk make-up. En in de kast daarnaast zitten eigenlijk alleen maar ditjes en datjes. En daar weer naast staat er een bureau. En op de grond staat er een doos. En daar zit onze kerstboom in. Zal ik jullie even snel laten zien. Deze vier lades, dat is zeg maar waar mijn make-up in zit. En verder is het allemaal rommeltjes. Hier hebben we nog een printer staan. Wat mappen. Eigenlijk gewoon hele willekeurige dingen. Hier hebben we computerdingen staan. Op de kasten hebben we wat plantjes staan. En ja, ze hebben het heel erg zwaar bij ons. Ze gaan echt bijna dood en ik heb echt geen idee wat ik ermee aan moet. De bloempotten die komen allemaal van het tuinland volgens mij. En verder heb ik hier wat ditjes en datjes staan. Zoals een sieradenrekje. Dit is een rekje voor mijn kettingen. Die komt van de Primark. Dat kleine kastje hier komt ook van de Primark. Daar heb ik mijn horloges in en mijn oorbellen. Hier zie je weer zo'n marble onderzetter. Dat is een mandje met allemaal kleine heisjes. En in ieder geval nog de items die ik weggeef tijdens mijn winactie. Dus dat wordt binnenkort verstuurd. En daar staat mijn vlogcamera. En die staat er eigenlijk best wel vaak op die plek. En daar heb ik nog twee canvassen. Het zijn foto's van Parijs. Dan is dit ons bed. En het bed komt ook van de IKEA. Net als matras en eigenlijk alles. Behalve ons beddengoed. Beddengoed komt van de Primark. Krijg ik altijd heel veel vragen over. Maar van de Primark dus. En naast het bed aan de kant van Alex staat onze wasrek. Die staat er eigenlijk altijd. Eigenlijk onze enige handige plek in huis om dat daar te laten staan. En er staan nog gezellige lampjes. Ik sta nu even aan de andere kant dan waar ik net stond. En dit is mijn kledingkast. Krijg ik ook heel veel vragen over. Maar als het goed is hebben jullie deze al best wel vaak gezien in mijn vlogs. De kast komt van de IKEA ook. Aan deze kant hebben we wat kleding hangen. En daar bewaren we nog wat kleine haartjes. En aan deze kant heb ik mijn kleding. En wat tassen en ja, dat soort dingen zeg maar. Hier tussen de kast en de muur bewaar ik altijd mijn statief, mijn lampen. Dus dat moffel ik hier zeg maar weg. En in die kast hier naast mijn kledingkast, dat is zo'n Alex-kast van de IKEA. En daar hebben we onder andere parfum in, nagellak en papieren, dat soort dingen. En dan heb ik daar ook nog mijn kasten staan, een spiegel, een mandje.
En dat is deze kast. Verder zit er niet zo heel veel boeiends in. Zoals ik al zei, wat parfums. Hier nagellak dingen. Het is echt een rommel. En dat was dan alweer mijn huis. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Ik hoop dat al jullie vragen zijn beantwoord. Want volgens mij heb ik bijna van alles gezegd waar alles vandaan komt. Maar mocht je nog vragen hebben, stel die dan even bij de reacties. En dan probeer ik het te beantwoorden. Dan wil ik jullie nu heel erg bedanken voor het kijken van deze video. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!